Zijn er nog mensen die steeds met een strippenkaart willen betalen? Ja, die zijn er nog steeds. Er zijn mensen die wisten het niet dat het vandaag ging. Die dachten dat het morgen zou ingaan. Ik had mijn strippenkaart bij me. Dus ik moest er €2 geven. Omdat ik dacht voor 1 juli dat het inging. Die moeten een kaartje kopen in de bus. Wij zijn vanmorgen de Helden gekomen. En wij hadden nog een hoop strippen over. En in de Helder zeiden ze betaald is betaald, stap nu maar in. We hebben sinds vandaag, nu de strippenkaart er niet meer is, hebben we de OV-rittenkaart. Met een €2 kaartje kan je in de Zorn naar Leeuwarden rijden. En hoe meer kilometers je maakt, hoe duurder het kaartje wordt. Wij zijn een informatiepunt voor reizigers die momenteel met openbaar vervoer reizen. Onze klanten zijn voornamelijk mensen tussen de 40 en 70 jaar oud. Dat zijn mensen die niet zo vaak met het openbaar vervoer gaan. En dus gewoon, gewoon een beetje ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen van een kaart. Ben je blij met de OV? Nee. Veel duurder is die strippenkaarten zo. Er zijn natuurlijk af en toe mensen die het niet leuk vinden omdat ze niet op de hoogte zijn. Ja, dan loop je wel eens tegenaan dat ze boos worden. Nou, het is 50-50. 50% hebben ze een chipkaart, 50% kopen ze nog een kaartje.